heb mijn hart op Katendrecht verloren. Het was in een woning in de Deliestraat. Daar liet ik mij door vleierij bekoren. Nu weet ik beter, maar het is helaas te laat. Had ik maar nooit die dame aangekeken, was ik maar nooit die woning ingegaan. Helaas, helaas, ik ben voor haar bezweken. Ik heb er reuze fout gedaan. Ik wou zo graag een keer Chinees gaan eten. Dat was zo lekker, had men mij verteld. Maar als ik alles van tevoren had geweten, dan had ik boerenkool met worst besteld. Ik kreeg een bordje soep met haaienvinnen en een potje waar iets roods in zat. Toen kreeg ik zo'n raar gevoel van binnen, alsof ik vuur gegeten had. Ik greep mijn hoed en waggelde naar buiten. Ik liep van koorts bevangen langs de straat. En toen zat daar die dame voor de ruiten. Ze keek me aan met een vriendelijk gelaat. Ik riep, je vrouw, wat moet ik nou beginnen? Ik ben zo heet, dat hou ik niet meer uit. Toen sprak zij, al komt je me even binnen. Dat brandje blus ik wel even uit. Ik zei heel graag en stapte in haar woning. Maar er is iets wat ik maar niet begreep. Want in een wip stond ik in mijn verschoning, terwijl ze mij flink in mijn armen kneep. Ze greep me vast, nou, het leek wel judo. O god, wat ging die dame toen tekeer. Ik zei, juffrouw, hou op met die vertoning. Maar ze zei, dat kost een knaak, meneer. Ik heb betaald, maar zonder het te snappen. Maar ach, die knaak betreur ik niet het meest. Hetgeen waar ik niet overheen kan stappen, is dat ik toen zo'n lummel ben geweest. Ik wil die dame liefst maar gauw vergeten, want mijn rug doet nog een beetje zeer. Als ik ooit weer hier of daar ga eten, geen nasi of geen bami meer.